And how is it Kerstmis? De straten zijn leeg. Geen mens ziet mij zitten. Wat daar ik wel kreeg. Voor mij geen een auto. Geen illusie van goud. Het is in mijn hartje. Net als buiten heel koud. En nou is het Kerstmis. Ik zit hier alleen. Net als Andreas. Waarom ging hij heen? En nou is het Kerstmis. Voor zwart en voor wit. Nou vragen wij jullie waarof ik nou zit. Nou mensen in huis komen. God al deur, hè? Het is een quiz. Dus nou, we moeten goed hebben geluisterd naar waar die twee coupletjes over gingen. En dan kunnen jullie raden waarof wij nou zitten tijdens Kerstmis. Nou, ja. Ik geef je even 2 minuten bedenktijd. Ja. Nou, 2 minuten, dat is nog af, Frits. Nou, dan maken we 10 seconden van. Oké. Is dat te kort? Ja, het is goed. Weet het al? Ik denk dat de mensen er niks van snappen. Dat denk ik. Leg de geit dan nog eens een keer uit, Fons. Daar waar wij zitten. Ze moeten luien waar wij zitten en dan gaan we weer zingen, want het duurt veel te lang gesteld. Dat kunnen mensen met de kerst denk niet aan Andreasus, weet het wel. Ja. Goed nadenken, mensen. And now is it Kerstmis. Ik zit hier alleen. Net als Andreasus. Waarom ging hij heen? En nou is het Kerstmis, voor zwart en voor wit. We doen geen quiz meer, omdat je het al weet.